Ja, goedemiddag. Er slapen al wekenlang mensen op stoeltjes in Ter Apel en de regering lijkt machteloos. Afgelopen vrijdag hebben ze het officieel tot crisis uitgeroepen. Want dit probleem is voor ons land natuurlijk te groot om op te lossen. Er is overleg geweest met alle veiligheidsregio's, helaas nog zonder concreet resultaat. En intussen zijn we volledig afhankelijk van NGO's om ons te helpen. Het Rode Kruis heeft een paar tenten neergezet. Daar was vervolgens een dag lang geen eten of drinken. Dus het is hopen dat de VN binnenkort voedselhulp komt droppen. Of dat er in Zuid-Soedan een grote benefietactie wordt gehouden om Nederland te helpen deze onoplosbare crisis het hoofd te bieden. Geintje natuurlijk. Als we dit echt een crisis vonden, waren er al lang een paar extra bedden en fatsoenlijke maaltijden geweest. Hoe serieus alle bewindslieden en burgemeesters er ook bij kijken, dit is geen crisis, dit is beleid. Sterker nog, dit is een van de grootste politieke successen van de afgelopen decennia. Asielzoekers die buiten slapen, op de stoep of op stoeltjes in de hal, in provisorische tenten, er zijn politici geweest die hier alleen maar van konden dromen. Er is jarenlang keihard aan gewerkt om dit punt te bereiken. Eigenlijk is dit een prachtig, inspirerend voorbeeld. Als je iets echt met heel je hartje wil en iedereen zich daar eensgezind voor inzet, dan kun je het samen voor elkaar krijgen. Ontroerend eigenlijk. Want ik hoor al jaren niks anders dan sobere opvang en aanzuigende werking. Dat eerste willen we om dat tweede te voorkomen. Nederland moet een zo onaantrekkelijk mogelijk land zijn om asiel aan te vragen. Het verplicht aanmelden in Ter Apel was in die zin natuurlijk al een meesterzet. De verste uithoek die ze vanuit de bestuurlijke bubbel in Den Haag konden verzinnen. Gewoon een beetje Sarah Maar. In de praktijk bleek dat nog niet genoeg te werken. Als je in bootjes, vrachtwagens of te voet de halve wereld over bent gereisd om in Nederland te komen, is lijn 73 van Emmen naar Stadskanaal niet per se een reden om te zeggen, weet je wat, we gaan weer terug, dan maar Damascus. En dus ging het ontmoedigen op alle andere terreinen verder. Langere procedures, minder rechtshulp, meer gesleep, verplichte taalles die je dan wel zelf moest betalen van het geld dat je onmogelijk kon verdienen met het werk dat je niet mocht doen, sobere opvang, eenpersoonsbedden die je absoluut niet tegen elkaar aan mag schuiven als je met z'n tweeën bent. Alles kan immers een aanzuigende werking hebben. Of, zoals René Vroeger al zong, alles kan een mens gelukkig maken. En dus is het zaak te voorkomen dat er in Ter Apel dingen zijn als een zingende merel of de geur van de zee. Soms denk ik dat dit land als enige missie heeft om op een dag geen enkele aanzuigende werking meer te hebben op wie of wat dan ook. Dat het gebrekkige coronabeleid, de kapotte huizenmarkt, de verstikkende ammoniakdeken en de groeiende armoede allemaal onderdeel zijn van het plan om op een dag een land te zijn waarvan zelfs lesbische Afghaanse comediennes met een Amerikaanse vlag op hun ontblote schouder getatoeëerd zullen zeggen, ik blijf wel thuis bij de Taliban. Zelfs nu het kabinet gezegd heeft, dit is een officiële crisis, blijven we voorzichtig. Een plan van D66 om het iets makkelijker te maken voor kansrijke asielzoekers alvast ergens te werken in afwachting van een definitieve status stuit al meteen op weerstand bij de VVD. Ongelukkige timing noemen ze het daar, want er is een crisis. Dan hebben we helemaal geen tijd om mensen te helpen. Het COA en de IND zijn al overbelast. Daar hebben we jarenlang zorgvuldig naartoe bezuinigd. En bovendien, zo schetst de Kamerlid Ruben Brekelmans het absolute schrikbeeld, straks bouwen ze sociale zekerheid op. Ja, dat zou natuurlijk een ramp zijn. Dat mensen hier niet alleen betaald werk verrichten, maar ook nog premies afdragen en rechten opbouwen. Straks gaan ze ook nog vrienden maken, boodschappen doen. Voor je het weet zijn ze ingeburgerd. En een gelukkige, werkende, ingeburgerde asielzoeker, dat heeft natuurlijk een enorme aanzuigende werking. Het is dus belangrijk dat we volhouden. Dat we na dit succes niet achteroverleunen, maar kijken hoe we het nog soberder kunnen maken. Slapen op de grond. Wel een wc, maar geen toiletpapier. Niks te eten, behalve knor wereldgerechten. Of het aanmeldcentrum verhuizen naar Rotterdam-Plaat. Ik zeg maar zo, hoe goed je het ook voor elkaar hebt, beleid kan altijd beter. Zolang we maar durven te blijven dromen.